maak ze groot. Misschien dropt hij wel spullen die we willen hebben. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mort en Serenaya spelen Fortresscraft Evil. Vandaag gaan we er weer tegenaan. En ik heb er vet veel zin in. En we hebben echt keihard... Moet je kijken, man, jongen. Het is echt zo'n... Weet je wat er in deze machine zit? Je kan het al niet eens meer zien. Een laboratorium. Maar dat wist je weet wel. Weet je nog toen ik zei dat ik ging AFK'en om die cold research te doen? Hebben we lekker niet gedaan. We hebben gewoon keihard zitten power zitten produceren om die research sneller te doen. Precies. We waren gewoon bij. We hebben er gewoon naar gekeken omdat het gewoon zo snel is. Een van de dingen die we hebben gedaan... Ja, laten we het even uitleggen. Is dat we zeg maar... We hadden eerst alles op elkaar aangesloten. Alle groene, maar... Of alle groene... Ja, alle powers blocks hadden we op elkaar aangesloten. Maar een van de dingen die we zagen was dat... Als we van die blauwe willen gebruiken... Die we dus anderhalf... Waar die gewoon... Wat is het? 7,5 keer zoveel. 7,5 keer zoveel, ja. Dat hadden we op deze power ring ook. Dan doet hij overal evenveel in. Dus ook al kan hier dan 1500 in, doet hij er gewoon maar 200 in. Omdat die groen op 200 zitten. En dat is een beetje jammer. Dus we hebben die groen en die blauwe mogen elkaar niet meer aanraken. Dat heeft geen zin. En wat we ook hebben gedaan, is we hebben met lasers... doen we energie van de groene de blauwe in. En op die manier kan het niet meer terugstromen. Van de achterkant, zodat het niet helemaal doorheen moet lopen. Precies, we moeten inderdaad ook vanaf de achterkant. En dus dat is ons power management. En we hebben dus het cold research gedaan. Ik zit hier van die kijkgaten, dan kun je nog een beetje het laboratorium zien. Cold research, claim! We kunnen de advanced miner upgrades... Maar daar hebben we goud voor nodig, zie ik nu. Want we hebben advanced experimental pots nodig. We kunnen er gewoon mee beginnen, joh. Zeker tijd dat we dieper worden. Ja, dat zeker. Hoppakee, kijk wat er gebeurt. Dan zou betekenen dat we waarschijnlijk onder de pak upgrade de suit warmer kunnen maken. Ja, misschien moeten we nog eerst leren. Kijken, recipe. Ik wil het niet, mag ik het doen? Suit heater, Mark 1. Heb je hem geresearched? Yes. Ah, ik zag het. Ja, oké. Hier, suit heater, Mark 1. Ja. Crafting. Maak je dat ook? Oh, heb jij gewoon genoeg lithium? 64 lithium. Zullen we even kijken. Er ligt hier nog 100... En nog 100, dus dat moet lukken dan. Prima. We zijn wel bijna door het lithium heen. Het moest een keer gaan gebeuren. Nou, we kunnen het zo weer even ophalen. Ik ga ze maken voor het allebei, hè? Had jij of ik had jij al één? Ik heb al één, sorry. Ja, ik denk al. Dan moet ik even dubbel checken, anders hebben we zo meteen een heater te veel. Extra warm. Ik wil naar beneden, man. Eindelijk. Ja, nu kunnen we eindelijk dieper. Nice. Oh, wacht, het is niet deze kant op. Mag ik eindelijk dieper? Ga ik gewoon naar de verkeerde. Nee, dit is de kolen toe. We moeten hierheen. Jij bent al onderweg? Yes. Niet doodvallen, anders wordt het zo kort af hier. Come on. Bam. Oké. Hier in deze tunnel, die we al gegraven hadden. Laat ik eens even turbograven. Down ik ga naar beneden turbograven. Oh ja, want vorige keer gingen we hier gewoon bijna in één keer... Oeh, diep is dit, jongen. Ja, het... ik ben er. Oh. Wat is dat? Oké. Dit is weird. Wat gebeurt hier? Oké. Okay. Oh, nice. Daar is dat materiaal dat we nodig hebben. Oh ja, laten we even... Doe wat lampjes maken. Wil je dat doen? Pink for unknown. Oké, dit is kennelijk unknown. Recht voor onze neus. Oh, maar ik weet niet meer waar we vandaan kwamen. Hier ongeveer. Je kunt het plafond niet meer zien. Waar is dat gat? Kun je niet... Oh, daar. Is dat het gat? Ja. Ik zal er even direct wat zo'n gele ring omheen zetten. Dan... Of ik kan dit ook wel even zo... Hoppakee. Ja. Nee, hier is het. Ja, maar als je zo twee naast elkaar doet, dan kun je gewoon in één keer zo dat gat in... glippen. Al die andere, die blauw even weg, want die gele valt het meer op. Prima, ik ga een beetje hier van power dingen. Oh, this is too hard. Ik kan het niet diggen, hoor. Hebben we hier dan een... we worden ook aangevallen, zie ik. Waar? Je moet dit gewoon minen met een mineapparaat. Maar dan moet volgens mij ook een speciale... Moet je er wel zo'n speciale... Nee, daar is iets. Ja, ik weet het zeker. Waar is iets? Oh, daar ook een. Hier, volgens mij. Wat zijn dat van die lopende blokjes? En nou is hij weg. Lamp! Zal je over wat licht geven? Blam! Maak ze groot! Misschien dropt hij wel spullen die we willen hebben.
Fossil unknown material. Rocks. Sick. Organic rock farm. What? Organic rock farm. Rock farm. Oh, we moeten die plantjes ook oppakken. Daar krijgen we waarschijnlijk ook researchpunten voor. Waarschijnlijk wel. En we moeten niet verdwaald raken. Oh, kunnen we met hologram, kunnen we een beetje... Wat is dat nou? Waarom is hier een groen blokje? Moet je de hologram eens aanzetten? Oh, dit is... Ik zie daar een groen blokje. Oh ja, ik zie daar allemaal groene blokjes. Ga de beesten killen. Pas op, je gaat er bijna op één staan. Ren er overbij. Maar wat? Oh, waar is dat groene blokje nou? Oh, hier. Maar dat heb ik niet. Dat kunnen wij niet verplaatsen. Veel te diep. Hij is gewoon een beetje de war. Ik had gehoord dat de slime een andere kleur zijn, maar dat zal wel komen omdat het gewoon hier sowieso wel blauw is. Ja. Maar toch ga ik hem kapot schieten. Volgens mij is dit een... Oh, dit is zo'n... Ja, ik weet nog niet wat het is, maar dit zijn van die... Hoe heet dat? Mijn lampje uitzetten. Hoe heet dit spul ook weer? Even scannen. Bliep bloep, bliep bloep. Een no material. Je scant een nieuw blok. Oh, for reals? Oké. Okay. Ik dacht dat die van die slime. Slime is volgens mij ook een no material. Slime is ook een no material? Ja, ik zal er nog eentje killen. Het is wel een beetje koud, maar je hebt ook niet zo koud. Ja, collect one no material. Als ik zo'n slime kill. Oeh, die geeft wel licht. En dan is het een stuk donkerder als hij weg is. Misschien moeten we gewoon eventjes gaan kijken wat voor no materials we gekregen hebben. Dan kunnen nee, we daarna we nog moeten gewoon alle beesten killen. Iedereen en verzamelen. Maar je wilt toch eens weten wat je vindt, want dan kun je een plan trekken. Zometeen is het iets wat je niks aan hebt. Dan heb je 100 van die beesten gekild. Ja, oké, dat is waar. Maar je wilt wel. Oh, ik was toch even plantjes aan het verzamelen. Dat is wat ik eigenlijk aan het bedoelen. En ik wil. We kunnen organic rocks farmen hier, toch? Ik heb er al 7. Daar kunnen we smelterijen mee bouwen. Ja, maar het grote voordeel is dat jij kunt het blijven doen en ik kan gewoon kijken wat voor dingen we ondertussen gevonden hebben. Oh, dat is waar. En als ik nieuwe dingen vind, dan kun je die gelijk scannen. Yes. Teamwork! Dat is best wel awesome, ja. Ik ga weer een lampje aanzetten. Klein beetje licht. Oh, je zou voor de grap ook wel eventjes... Had je al een scan gedaan voor unknown material? Want misschien vind je nog wel andere spullen. Oh, kan goud ik dat ofzo? Spul niet... Dit kan ik, moet ik scannen dan, toch? Wat? Oh ja, dat moeten we zeker doen. Dit dat is crystal. Een blok dat we niet kunnen... Ja, en dan kun jij dat in de research station gooien. Hé, hey, daar zou ik iets bewegen. Leek dit? Wat is dit? Hè? Is dit een soort glowstick? Heb ik een soort super glowstick? Is dit hoe glowsticks uitzien? Ja. Nee, ik wist niet dat glowsticks... Ik dacht dat glowsticks groen waren, maar ze zijn blauw. Misschien komt het door de ambient daar. Ik zal er eens eentje gooien. Die voor mij is gewoon groen. Oh, misschien komt het omdat ik in de Summer Sale een zo'n Fortresscraft DLC pack heb gekocht. Nu heb ik dat blauwe glow sticks. Als een baas. Oh, hier zitten nog meer van die steen verstopt dudes. Nou, kan tijd om die researches te doen. Zo, vet veel. Nou, dat zijn al die plantjes. Die krijgen we maar 2 punten voor. Die voor je. Al die plantjes. Waar is die andere? Daar zie ik nog iemand. Titanium ore. Oh, dat kreeg ik uit die... Krijg je titanium ore? Ja, dat krijg je uit die slimes. Ik dacht al, dat ziet eruit als een ore. Dus uit je slimes kun je titanium ore farmen, maar het schiet niet echt op, want ik heb 4 slimes gekild, dus dat is 1 bar. Toch een bar. En dan hebben we nog hardened resin gevonden. Oh ja, ik zie het hier. Titanium. Gold en, floor. Oh, de laatste kan ik niet doen, maar dat zal in die crystal deposit zijn. Oké, ik ga nog meer van die beestjes killen. Ik heb er nog één. Even kijken, hoeveel organics heb ik nu gevonden? Oh ja, nog 11. Kunnen jullie die laatste niet researchen? Nee, ik moet nog wachten tot er nieuw genoeg power in zit. Oh, meer bloemetjes. Hoeveel power heeft je nodig? 875. Bijna. Prima, ik kom wel eventjes... kom ik naar boven? Ja, ik denk het wel. Ik zie je wel even. Ik zie je boven. Right, nou we hebben uitgezocht wat we nodig hebben voor die crystal deposit. De reden dat we die crystal deposit willen, is omdat wij heel graag die explosie willen maken. Staat dat hier? Het staat ergens. Explosief ding, unit, om al dat koper onderin onze tunnel weg te blazen. Maar daarvoor hebben we die crystal deposit nodig. En om dat te maken hebben we de nieuwe tier, wat was het ook weer?
mining heads nodig. Dus in de ore extractors, deze dingen. Hier zo lopen te stampen, die. Daar moet dan in dit vakje moet een andere cutterhead, dat zal het wel zijn. Yes, dat die is moet, het, ja. En die moet sterker en daarvoor hebben we nieuwe research nodig. Ja, dat kan nog even duren. Dus dat betekent dat we die explosie nog niet kunnen bouwen. Wat we ondertussen wel kunnen doen, dat is nieuwe smelters maken. Dus dat wil ik eventjes gaan doen. Kijk, die staan hier. 1, 2, 3. Gewoon krachten met alles wat je hebt. Dan kan ik er nog één maken. Nou, ik vind er echt prima zo. Dus die zet ik dan gewoon hier. 1, 2. Die andere misschien. Het zou wel passen. 3. Oké, die hier. Zo eentje nog. Yep. Prima, pyro's erop. Ik heb nog twee pyro's. Oké, en wat moet dan hier komen staan? Deze draaien. Waarschijnlijk gewoon hier en hier maar even wat storage hoppers. Ja, precies. Deze hier door vervangen. Goed genoeg. Oh ja, en dan kan ik hier zo die maken. Dan sluit ik zo de oars aan. Vergroot ik echt wel capaciteit. Oké, wat ik nog nodig heb is 3 van die groene, 3 pyro's, nog zo'n draaiend plaatje. Oké, dat kan ik al. Kijk, wat zei ik ook weer? Pyrothermics. We hebben er 2, ik heb er nog eentje erbij. Nog van die draaiende plaatjes, waar staan ze? Hier waarschijnlijk 1, maar ik wil geen 2. En 3 van die. Zo. Oké, pyro's bovenop de smelterij. En die. En daar dan deze hoppertjes op. Kijk eens aan. Hoe gaat dit met elkaar interfereren? Waarschijnlijk misschien. Vind ik dat erg? Niet. Nee, valt wel mee. Nee, niet echt. Oké, even hier naar boven. Hoe zal ik dit gaan doen? Ik denk dat ik hier gewoon die draaischijf neerzet. Oh, wacht. Nee, dat hoeft niet eens, joh. Ik kan het gewoon doen dat deze die verspreidt het door. Even een dirtblok om die hopper, of de hopper, die lopende band goed te plaatsen. Oké, dan gaat, dus het komt van hier en dan gaat het in die, dan gaat het in die. Het enige wat ik dan nog hoef te doen is deze hierin te doen. Nee, dat bedoel ik niet. Deze. Zo ja. En dan om te zorgen dat het daarin gaat. Ik alleen nog maar even. Ja, ja. Heel mooi zigzagpatroon. Van die code. Die gaat dan zo. De vraag is alleen of hij het kan bijhouden. Deze staat nu wel op 10 use. Dus dat is een slecht teken. Want deze is leeg. Is deze vol? Ja. Is die vol? Nee. Nee, dat is inderdaad een slecht teken. Oh, aanval. Oké. Okay. Die aanvallen zijn gelukkig niet heel erg spannend. Dat scheelt. Hoe ga ik dit doen? Nou, ik denk dat het makkelijkste om nu gewoon eventjes te doen is gewoon dit een draaiende schijf maken. Zo. En dan zet ik hier wel eentje neer. En dan zet ik ook hier wel eentje neer. Allemaal. Nog een keer. En dan zo, denk ik. Dit zou al veel sneller moeten gaan. Ik kan hem ook hierheen doen. Ja, ik denk dat het toch beter is. Dan is toch, ik zorg liever voor die drie. Dan gaat deze hierheen. Ja, ja, oké. Okay. Ik denk dat dit wel redelijk... loopt dit? Ja, precies. Nou loopt hij wel goed door. Oké, okay, prima. Dus nu wel enorme smeltcapaciteit. Daar ben ik wel blij mee. Sarah, als jij nog... dingen wel smelt of zo. Ja, we moeten het lithium denk ik even met lopende banden aansluiten. Maar dat moet, er komt nog wel even een dingetje bij kijken. Maar voordat je moet nog even naar de eerste verdieping komen. Dan okay. Weet je misschien nog ons project van de vorige aflevering. Oh, ja, en die test. En die is, ten eerste is het wel een leuke, het ziet er leuk uit. En ten tweede is het maar je staat onder de test, ongeveer. Dus de test is gelukt. Het is, maakt niet uit of je blokken zelf geplaatst hebt. Aha. Als het gewoon zandblokken zijn, haalt hij ze weg. En heb jij de laatste stukjes weggehaald? Of was hij gewoon nog niet klaar ermee?
Hij is ook al laten stukjes. Nee, hij heeft gewoon dit kolommetje. Dat hadden wij geplaatst. Dat was gewoon weg toen ik hier kwam. Maar in deze kant, had hij hier zo, had hij een beetje twee van die dingen. Had klopt. Die heb ik weggehaald. Maar wat ik ook gedaan heb, is zoals je hier kunt zien. Ik heb de lopende band heb ik even een zigzag gegeven. Oh ja. En nu heeft hij net al dit hele stuk waar hij net eerst niet bij kon. Dat heeft hij al helemaal weggelezerd. Dus hij is nu daadwerkelijk gewoon het rondje afmaken. En dus je ziet moet ook zorgen al wel dat hij goede line of sight heeft eigenlijk. Yes. Aha, kijk. Oh ja, dus het werkt wel zoals ik dacht dat het zou werken. Dat is wel fijn om te weten. En ook tegen die tijd dat je gewoon veel stroom naar beneden kunt pompen. Dan kun je gewoon zo'n ding gewoon heel veel stroom geven. Dan gaat hij waarschijnlijk wel snel. En dan kun je daarna gewoon je infra aanleggen. En dan moet je gewoon eerst even zorgen dat je dit graaft. Dat is wel echt vet, man. Dit een beetje repareren, dan ziet het zo meteen echt super strak uit. Dit experiment is klaar, dus het kan weg. Goed man, vet. Super vet. Echt wel blij mee. Ja, die lithium dat moeten we nog even aanleggen, maar ik denk dat we dat niet meer gaan doen. Die aanval die regelt zichzelf wel, geloof ik. Ja, daar ga ik af. Ja, onze lasers die schieten allemaal uit de lucht. Yup. Ik denk het ook. Anyway, ik denk dat het gaat doen voor deze aflevering. Een beetje korter dan normaal, maar dat komt omdat ik op vakantie ben. Dus we moesten eventjes een beetje passen. Vergeef me. Volgende keer weer extra veel leuke dingen. Precies, we doen ons best. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Laat een like achter. En ik hoop je allemaal, wat ik zei, te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!